Nou, dit is where the magic happens. Hopelijk. Hey, ik ben Bobby Wot en ik ga vandaag de koffer inpakken van Justin. En Justin doet mee aan het programma Lang Leef de Liefde. Wij gaan vandaag zijn koffer vullen met toffe outfits, zodat hij zijn date helemaal kan inpakken. En mijn speciale opdracht van vandaag is, vind het meest casual setje uit zijn kledingkast. Oh, hier moet het zijn. Even kijken. Hallo. Waarom? Jij komt achterom. Ja, ik woon in de tuin. Jij woont in de tuin? Ja. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Nou, dit is where the magic happens. Hopelijk. Het ziet er prachtig uit. Dit is mijn kledingkast. Mag ik... Ja, ga je gang. Ja? Ik zie heel veel kleur. Ik draag eigenlijk altijd zwarte shirts, maar truien zijn wel gekleurd. Heb je al nagedacht over outfits die je mee wil nemen? Niet echt. En wat is nou een outfit waar jij graag in gaat daten? Dit, denk ik. Ja? Gewoon een zwart hemd. Spijkerbroek bijvoorbeeld. Ja? Kan dit? Absoluut. Ik vind ook wel dat er misschien, maar dat vul ik in, ja, een beetje kleur. Ik vind dit bijvoorbeeld wel een mooie kleur. Ja? Met je naam? Met mijn naam. Dit gaat hem worden. Ja. Geef ik even aan jou, alsjeblieft. Bedankt. Want hier is de koffer waar we het in gaan doen. Dit is dus de meest casual outfit. Ja. Is het een idee dat dingen die je niet meer draagt, dat we die gaan verkopen op Vinted? Zeker. Het is wel leuk om op deze manier natuurlijk wat extra te kunnen verdienen. Ja. Ja, die heb ik zelf gemaakt, dus dat heeft nog wel sentimentele waarde. Dus ja? Die zou ik niet snel wegdoen. Zelf gemaakt? Ja, dat was voor een neon party. Maar dus dit is... hij geeft licht. Dat is wel tof. Ja. Mocht je daar de licht uit willen doen? Dan wordt het wel heel spannend, maar het zou kunnen, ja. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er best wel veel zin in, ja. Ja? Ja. Je straalt ook helemaal. Ja. Ja, die heb ik eigenlijk ook nooit meer aan. Maar is dit niet fantastisch om daar lekker bij op de bank te gaan liggen? Misschien later ooit, maar niet op een eerste date. Nee. Ja, die kan in principe wel verkocht worden. En die heb ik niet heel vaak aan. Die kan in principe ook wel weg. Klaar mee? Ja. We hebben nu één setje voor jou die je mee gaat nemen. Stel dat ja, je nou gaat verlengen. Zullen we nog even een setje uitzoeken? Ja, misschien iets van een jasje. Simpel zwart shirt of zo. Ja, dat gaat mee. Ja. En dit gaat verkocht worden. Dat gaat weg. Heb jij een idee hoe dat ongeveer zou moeten? Ja, gewoon een mooie foto maken. Goede foto, dat dat goed zichtbaar is. Ja, altijd even netjes doen, want je hebt het mouwtje er nog in zitten. Ja. Als je goed wil verkopen op Vinted, zeg ik altijd, maak een foto van de voorkant. Een foto van de achterkant. En maak ook even een foto als die bijvoorbeeld dicht is. Altijd even een foto maken van het materiaal van het item, het labeltje van binnen. Omschrijf het item zo goed mogelijk. Bijvoorbeeld, geblokt, rood, zwart, blouse, overhemd, houthakker. Komt goed, de app heb ik al, dus... Oh, maar dan weet je ook hoe het allemaal moet. Justin, we gaan afronden en om vast in de stemming te komen. Nou. Wat maakt jou gelukkig bij een date? Ja, als je gewoon op je gemak voelt, toch? Wanneer voel jij je op je gemak? Na een paar drankjes. Spullen om te verkopen, kleding om mee te nemen. Volgens mij ben jij helemaal klaar. Jij gaat die date helemaal inpakken. Ja, dat hoop je. Succes. Bedankt. Nou, volgens mij gaat Justin de liefde vinden hoor. Dat kan niet anders. Blijf ons volgen, want volgende week gaan we weer een andere koffer inpakken. Tot volgende week.